Hediye en Zahide zijn twee van de 20 finalisten. Ze dingen mee met traditionele Turkse dromenkoekjes, gemaakt van wortel, kokos, walnoot en suiker. Nou, denkt u dat hij hier een kans maakt of niet om, om de wedstrijd te winnen? Ja, ja, zeker. Ja, 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 zeker. Ik word tweede vorige keer. Ik kan misschien ook eerste of tweede. En waarom denkt u dat hij zo ver komt? Ja, omdat iedereen vindt lekker. Het is lekker koek. Ik vind het ook lekker. Zijn ze lekkerder dan uw koekjes of niet? Ja, zeker. Zeker weten. Ja, wij zijn vrienden. Dat is onze doel eigenlijk. Niet wedstrijd. Alleen maar delen. Samen werken, samen delen, samen eten. Als eentje klaar voor zelf. Ik vind het leuk. Alleen maar voor de delen. En hoe trots ook op hun creaties. Dat samen kunnen delen is natuurlijk waar het om gaat. Het is de kunst om de mensen bij elkaar te brengen. En als je zegt, we gaan het probleem van waarom heeft u ruzie met uw buren eens bespreken, ja, dan komt er helemaal niemand. Maar als je iets gaat organiseren rondom wat mensen leuk vinden en wat ze graag doen, dan gaat dat eerder lukken. Hoe nobel het initiatief ook is om mensen uit allerlei culturen met hun eigen lekkernij bijeen te brengen, onomstreden was het niet. De organisatie zou 7000 euro subsidie hebben opgestreken om het project te bekostigen. 7000. Volgens mij was de ophef over een grote bedrag. En dat bedrag, dat klopte helemaal niet. We hebben wel een soort garantstelling gekregen. Want dit is ook een heel proces, hè, met voorrondes. Je weet niet hoeveel mensen meedoen. En je weet niet of de mensen enthousiast zullen zijn. Dat hoop je tevoren, dat denk je tevoren. Maar je weet het niet zeker. Dus we hebben garantstellingen gekregen om, als het een, juist als het een succes is, om dan ook die voorrondes en de finale goed te kunnen organiseren. En als je dan ziet dat in de voorronde deelnemers helemaal ontroerd zijn, omdat ze verpleegd in verpleeghuis Krabbenhof toch nog aan het koekjesbakken zijn gegaan, wonend in het verzorgingshuis de Vijverhof, 85, 90 jaar zeggen, wie had dat ooit nog gedacht dat ik met zoiets mee zou doen, tegelijkertijd met kinderen van de basisschool. Ja, ja, dat is zo bijzonder. Dat vind ik het wel jammer als ik dan in de krant lees sociale samenhang ver te zoeken. Nou, je moet mij de plek maar eens laten zien waar dat gebeurt.